Goed gedaan, meisje. Poeh, wat een spanning. Zeg dat wel. Even een sigaret. Ze willen niet dat je hier rookt. Kijk daar, op dat bord. Daar staat rookvrije generatie. De rookvrije generatie, dat zijn de kinderen. Die zijn gezond. Ze roken niet. Die borden zie je nu overal. Bijvoorbeeld bij scholen, bij onze kinderboerderij, bij onze biep en op nog veel meer plekken. Ook bijvoorbeeld op terrassen. Jeetje, wat een gedoe. Je kan bijna nergens meer roken. Ja, maar als je hier staat te roken, of ergens hier in de buurt, dan roken de kinderen met je mee. En als ze jou zien roken, beginnen ze misschien zelf ook met roken. Roken is slecht voor je longen. En het stinkt. Het gaat in je kleren zitten. Ik wil niet dat mijn kind gaat roken. Jij wil dat toch ook niet? Dat je kleinkind gaat roken? Nee, jullie hebben gelijk. Dat wil ik natuurlijk ook niet. Voor de jeugd wil ik alles doen, want ja, je wil dat ze gezond blijven. Wat goed zeg. Jullie hebben gewonnen. Top. Te gek, jongens. Gefeliciteerd. Nou, meisje. Ik ben trots op jullie. Ik trakteer jullie in de kantine.